Ik lees voor mijn kinderen. Ik heb 3 kinderen. Een van 16, een van 14 en een van 7. Die van 16 die laat zich eigenlijk niet meer voorlezen. Die van 14 nog wel. En die van 7, ja, die eist dat die voorgelezen wordt. Nou, wat heel belangrijk is, dat jongens met name zien dat vaders ook met lezen bezig zijn. Er is heel veel onderzoek gedaan. Als een vader sowieso leest in het bijzijn van zijn kinderen, is de kans groter dat ze later ook gaan lezen. Als er boekenkasten staan in de huiskamer, dan gaan kinderen later lezen. En als vaders voorlezen aan jongens, dan zijn jongens eerder geneigd om zelf ook te gaan lezen. Jongens zijn een beetje het ondergeschoven kindje. Dat zijn ze altijd geweest, hoe vervelend ook is. Maar daarom moet er aan gewerkt worden om de jongens te laten zien dat lezen een geweldige manier is om te verdwijnen in een wereld die woorden kunnen opbouwen. Ik sta rechts achter, wat op zich voor mij een beetje een bijzondere positie is, want ik heb 6 jaar gevoetbald en ik heb 6 jaar in de spits gestaan, dus een linker spits, hoewel ik rechtsbenig ben. Maar ik ben nu van de verdediging, dus zorgen dat de doorgebroken spelers worden tegengehouden en van onderuit wordt opgebouwd richting de goal.